Dat mag ik niet. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan slaat. Zo? Ja. Snel, haal die andere twee. Fire upon him! Fire about that man! Vuur op die man! Goedenavond. Is de Montreal. Barcelona's comeback. Oh, Chris. Gladiator. The mastermind. The critic. You're the trainer. You're the critic. It's time to go, nu. Oh, wij zitten hier met machinegeweer. En jij bent de eerste die zijn target wordt als jij ons laat schieten. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan staat. Fire upon him! Fire about that man! We zitten nu op illegaal terrein. Hier is het sowieso illegaal. Zeggen we allemaal dat we niet wisten dat het verboden was, oké? Wat we ook zagen, dat was niet net. Ja, mensen. Fallback! Dit is nou echt redemption. Harme Frodo, redemption. Vandaag gaan we inbreken in een verlaten militaire basis. It's time to go, nu. Gaan. Jongens, we zitten nu op illegaal terrein. Dit... Ja, maar nu zitten we 100% op illegaal terrein. Dus... Lucas, het is nu niet de tijd om grappig te doen. Het is nu de tijd om even serieus te doen. Ik kwam in mijn gezicht, wie deed dat? Voor. Jongens. Ja. Nu is het tijd om serieus te doen. Ja. We lopen nu op illegaal gebied. Als we gepakt worden, zeggen we allemaal dat we niet wisten dat het verboden was, oké? Okay? Een bordje dan? Nee. We wisten niet dat we... Dan zeggen we dat we hier al sinds kleins af aan sneeuwballengevechten hielden en dat we niet wisten dat het verboden was. Hier. Gaan we of gaan we niet? Dat is er nachtwacht. Dat is er sowieso. Maar dan wordt het gewoon rennen, denk ik. Montreal? Nou, of wordt het heel aardig doen, of wordt het echt rennen. Ja, maar ik vind het best wel stom dat we hier nu over een landingsbaan lopen zonder beschutting, terwijl we weten dat we hier niet mogen zijn. Hoor je een hond? Jij bent de leider. Ja, het probleem is, dit is nog in gebruik, dus je hebt sowieso camera's. Ik ken dit terrein niet. Dit is nog in gebruik. Ja. Dan gaan we letterlijk over militair terrein lopen. Super, dan kan je er niet omheen. We kunnen nu rechtstreeks naar dat heuveltje daar lopen, dat is de commandobunker. Dan komen we daar in het park terecht. Maar is de commandobunker in gebruik? Nee. Moeten we eigenlijk rechtstreeks nu naar daar? We lopen zo langs het hek, zodat het lijkt alsof we elk moment het hek weer over kunnen. Dan zijn we niet meer in overtreding. Wat een dag. Leuk. Dit is nou echt redemption. Vanaf hier is het sowieso illegaal. Ja, maar wat willen we? Zullen we gewoon terug en dat proberen? Want ik denk dat je dan veel beschutter loopt. Let's try. Come back. Ja, maar het is, zeg maar, dit stuk duurt maar 30 seconden. Maar als we ons nu zien dat we hier overheen gaan, ik denk dat dat nog erger is. Ja. Ik denk dat wie zegt dat dit bemand is? Dat weet ik niet. Dit gebouw hier is een museum. Dat is gewoon het museum. Oh. Dat gebouw daar links is een commandopost. En dat is de vraag die ik wil dat je beantwoordt. Dat weet ik niet, dat kan. Ik zeg teruglopen en via de bosjes proberen. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Daar zit het hoog hek. We zijn binnen 30 seconden bij die commandopost daar. Ik zweer dat we kunnen hier wel even teruglopen. Ik bedoel het. Kijken. Ik zweer dat je daar langs kan, dat heb ik al gezien. Ik zou zeggen dat we dan op. Je kan om dat grote hek heen. Ja? 100%. Oké, try it. Let's go. Wat is dit, schokdraad? Prikkel. Nee, dat is gewoon prikkel. Oh, dat is oké, maar volgens mij is het hier lager, toch? Ik hoor mensen. Ja, mijn idee was om via
dat andere park te gaan. Dat was volledig beschut, dat kan. En dan gaan ze toch het terrein op waar je niet mag komen. Letterlijk, onze fietsen staan hier en hier ga je er overheen. Dat is wel makkelijk. Oké, jij bent binnen. Ja, maar wat de fuck wil je dat we gaan doen dan? Hier, Ruis, neem de camera's over. Ja, maar die zijn 100% illegaal. Ja, en dat is wel mooi. Oh, er zit wel prikkeldraad. Oh, snel zijn, niet half wachten. Stop door, gast! Ga door! Dit is een slecht idee. Ga door of ga niet? Niet. 100% niet. Oké. Okay. Joh, hier liggen voetstappen. Ze volgen ons overal. Laag. Waarom? Laag is altijd beter. Ik hoor ook. Hoor je mensen? Klinkt heel hard, maar het is... Gewoon net in het illegale gebied stil. En dan te gaan overleggen. Ik dacht dat we doorgingen. We kunnen nog in. We gaan aan de andere kant erlangs. We gaan kijken hoe lang dat lange hek duurt. Laten we dat doen. Mensen gaan ons wegslepen. We zijn binnen. Let's go. De andere ingang. Ja, we zijn... Oh, kut. What the fuck is dat? What the fuck? Zag je? Oh, die is aan het licht. Ik zag het licht. Heb je het gefilmd? Holy fuck, er gaat een lichtlamp door het bos. Wat de fuck was dat? Echt een hele ja, maar is dat iemand van de elite? Of is dat een guard? Nee, het is allerlei verkeerd. Ik denk dat het ook een waarschuwing was. Kun je beter nu eerst even terug kunnen lopen? Let's go dan. Maar ik vind het maar raar dat er opeens een lamp is. Oké, okay, nog beter, qua politie. Ja, we gaan nu echt wel van het terrein. Wat we ook zagen, dat was geen mens. Het was een licht wat automatisch afging. Of iets toch? Of zeg ik nu hele rare dingen? Ja, ik zag juist het gevoel dat het wel een mens was. Ja, dat kunnen we pakken. Er zijn maar drie. Jongen, dat is een commando. Hier, ik pak mijn pistool. Ik zeg niet dat het één mens is. Er kunnen er ook meerdere zijn. Hoe groot is die kans? Nee. Ik heb het gevoel dat het of een guard was, of een alarmlamp. Hoe groot is de kans dat het een guard is? Ja, hoe groot is de kans dat die naar ons toe komen? Nou, redelijk groot aangezien dat het niet bereken zijn. Mr. Montreal, één laatste assignment. Je bent bijna volledig in redemption. Maar jouw laatste opdracht is... Schiet Lucas. Schiet hem! Schiet! Schiet! Fire upon him! Fire about that man! Vuur op die man! Die wapen weg. Mensen. Dat is een auto. Ik ga het ook tegenpakken. Hier snel, doe mee met tas. Fallback! Maarten. Montreal, kom hier. Ik heb geen zin in gezeik nu. Montreal, serieus, het zijn geen momenten voor grappen. Er komt daar iemand en I don't know who it is. Yo, een gewone auto die... Hij gaat voor Lucas. Lucas wordt aangereden. Is het een politiewagen? Hij heeft geen sirenes op het dan. Waarom gaat hij zo voor Lucas stilstaan? Lucas komt terug. Lucas kan er niet meer volgens mij te staan. Pak je telefoon erbij en zet 1 en 2 in de bar. Gaat Lucas mee? Lucas loopt ook niet weg. Hij blijft er gewoon staan. Barcelona. Kom maar even. Wat doen zij hier? Kut, er komen nog veel meer wagens. Oké, gaan we hier weg? Back. Pak. What the fuck? Terug. Full back. Goedenavond. We zijn werkelijk fucked. Dit was politie. En de allereerste keer dat ik daarmee in aanraking ben. En ik ben horrified. Ik zal blikjes met een andere blikje. Lopen we weer? Nee, let's take the fight. Zij gaan weer. Fucking raar. En toen hadden we opeens politie hier. Was dat niet voor ons? Hij vraagt of we een afspraak hebben. En hij zei van, oh, er staan allemaal auto's daar. Wat de fuck? Ik ben zo afraid. Ja.